De vrouwen van FC Twente zijn nog ongeslagen. Sterker nog, ze verloren nog geen punt. 3 gespeeld, 9 punten en al snel in de 8e minuut tegen PSV is het 1-0. Het doelpunt uit de hoekschop is van Caitlin Dijkstra. En Twente dus al snel op voorsprong de koploper in de Azerion Vrouwen Eredivisie. Grote kans direct daarna voor Elena Dont. Maar zij stuit op kiepster Lisa Alkemade. En ook Wieke Kaptein in de rebound kan niet scoren. Alkemade is de situatie dan nog de baas. Toch wordt het 2-0, want hier is Fena Kolma. En die is van beroep doelpuntenmaakster. En doet dat zeer overtuigend. Zo is het in de goalsvesten 2-0 voor FC Twente. En heeft PSV niets in de melk te brokkelen. Olieslagers komt uiteindelijk op aan de linkerkant. Krijgt de bal weer mee. Geeft voor. En dan is de kans daar uiteindelijk voor Kelly van Doren. Die schiet naast. En zo blijft het bij 2-0. En blijft PSV nog enigszins in de wedstrijd hangen. Voor 1250 toeschouwers in de goalsvesten. Dan uit het niets na een uur spelen. Julie Biesmans. En dan is het zomaar 2-1. Het eerste tegendoelpunt van de Twente vrouwen in de competitie. Daphne van Domselaar voor het eerst gepasseerd. En dan is het zomaar spannend. Maar Twente is en blijft de betere ploeg. Hier is opnieuw Van Doren en daar komt Olieslagers weer. Die wil voorzetten, maar die bal valt zomaar binnen. Het wordt 3-1. Ze deed dat ook al in de Supercup tegen Ajax. FC Twente rekent overtuigend af met de vrouwen van PSV. Het ziet ook de rentree nog van Ella Peddemors als invaller. En dus is het een mooie avond voor de vrouwen van Joran Pot.